Sanne, wat vond je Lieke's mooiste moment tot nu toe, wat je hebt gezien? Ja, echt wel het moment op de Europese Spelen voor Lieke natuurlijk. Dat ze goud pakte op balk. En ik vond het echt heel moeilijk, want ik was toen niet bij haar. Ik had toen de NK in Nederland dus gewoon. En dat was echt een hectische wedstrijd voor mij. Want ik zat alleen maar achter een heel klein mobieltje te kijken. Je was eigenlijk meer geïnteresseerd in haar wedstrijd. Ja, en ik was... Oh, Lieke heeft goud. Oh, ik moet nu naar Brugge. Zo was het ongeveer. En dus het was echt een compleet hectische wedstrijd voor mij. Maar ja, dat maakte me wel echt heel erg trots toen. En voor jou is, denk ik... De gouden medaille, of is het misschien een ander moment dat je denkt, nou, goud, tuurlijk, belangrijk, maar er was eigenlijk was er nog een ander moment dat je denkt van, nou. Nou, in aanloop naar, dan heb je gewoon echt heel bijzondere momenten. En eentje daarvan is die kleedkamersessie, hoe we het dan maar noemen. Dat is gewoon echt net voor de balkfinale, dat we nog even met elkaar dat moment kunnen delen. En ja, daar kunnen over hebben, zeg maar, wat er allemaal gebeurt. En echt er heel erg voor elkaar kunnen zijn. En ja, dan uiteindelijk moet Sanne het natuurlijk afmaken. En ja, dat is nog steeds eigenlijk wel het mooiste moment geweest.